Welkom bij deze screencast over het oplossen van een afhankelijk stelsel vergelijkingen. Afhankelijke stelsels betekenen dat er oneindig veel oplossingen zijn. Nou, we gaan eerst maar eens proberen om te vegen. Ik zie hier een heel, er staat niks, maar er staat natuurlijk gewoon 1. Dat is natuurlijk een prima pivot of element om mee te vegen. Maar voor we dat doen, moet ik hem even omzetten naar een matrixnotatie. 1, 3, 3. 1, 2, 1, 1, min 1, min 5, en dan 4, 1, min 10. Zo. Even terug naar de pivot. Ik wil graag met deze de eerste kolom gaan schoonvegen. Dus je krijgt hier, doe ik eigenlijk min 3 keer de eerste kolom. Hè? Dit is de eerste, of de eerste rij, sorry. En hier doe ik min 3 keer de eerste rij toch wel. Nou, gaan we eens kijken hoe dat uitpakt. Die blijft natuurlijk gewoon staan. Dus ik heb 1, 1, 1 en dan 4. 3 keer 3 min 3 keer 1 wordt natuurlijk 0. Precies wat we willen. 2 min 3 wordt min 1. En min 1 min 3 wordt min 4. En 1 min 3 keer 4 is 1 min 12 wordt min 11. Onderste. 3 min 3 keer 1 wordt 0. 1 min 3 keer 1 wordt 1 min 3 is min 2. En hier heb ik min 5, min 3 is min 8. En heb ik min 10, min 12 is min 22. Zo. Goed zo. Nu zie ik iets moois ontstaan. Zie je dat als ik de tweede kolom, zeg maar als ik deze vermenigvuldig met 2, dan ontstaat het volgende, die blijft natuurlijk hetzelfde, 1, 1, 1, 4. Dan heb ik hier 0, min 2, min 8, min 22. En hier 0, min 2, min 8, min 22. Hé, hey, dat is grappig. Volgende stap zou kunnen zijn, ik doe, dit is de tweede rij, en ik doe hier min de tweede rij. Dat kan. Dan krijgen we het volgende. De bovenkant blijft onveranderd. 1, 1, 1, 4. Ik zou hier alles met min 2, nou goed, dat doe ik even niet. Ik laat hem even staan. Min 2, min 8, min 22. Maar als ik min 2, min min 2, dan krijg ik hier 0, 0, 0 en 0. Nou, deze toch even vereenvoudigen. Hè, delen door min 2 en dan krijg ik 1 en dan 4. Dan krijg ik hier 0, 1, 4, 11, 0, 0, 0, 0. Nou, dat is interessant, want nu zien we eigenlijk dat deze rij, die doet er eigenlijk niet toe. Nou, in die zin, dit is voor elke x1, x2 en x3, is dit waar? Dat betekent dat er oneindig veel oplossingen zijn. En dat betekent, zoals ik hierboven heb aangegeven, dat ik een afhankelijk stelsel heb. Maar goed, hoe schrijf ik dan de oplossing op? Dat gaat als volgt. Stel nu dat we eigenlijk zeggen dat we x1 en x2 gaan we uitdrukken in x3. En x3, deze noemen ze of de vrije variabele of ook wel de onafhankelijke variabele wordt dat genoemd. Nou, daarbij zouden we kunnen zeggen, kies nu x3 is, nou bijvoorbeeld alpha, whatever. Nou, ik weet, dat volgt hier, je hebt hier, als ik het even netjes, ik zou nog even een extra pivotslag kunnen maken hier trouwens, want ik wil deze kolom eigenlijk ook wel schoon hebben. Ik schrijf hem even opnieuw op. Dus ik heb hier 1, 1, 1, 4, 0, 1, 4, 11. En ik wil
deze eigenlijk wel 0 hebben. Nou, dat kan, want dan doe ik zeg maar min rij 2. Nou, dan krijg ik hier ietsje naar beneden. Dan krijg ik 1 min 0 is 1, 1 min 1 is 0, 1 min 4 is min 3. En 4 min 11 is min 7. Deze blijft onveranderd, 0, 1, 4, 11. En als ik nu zeg maar de vergelijking opschrijf, krijg ik x1 min 3x3 is min 7 en x2 plus 4x3 is 11. We hadden ook bedacht dat x3 kiezen we alfa. Nou, dan krijgen we x1 is min 7 plus 3 alfa en x2 is 11 min 4 keer alfa. Oftewel, we kunnen ook zeggen de oplossing, de factor x, bestaat uit x1, x2, x3, is gelijk aan, nou in dit geval, min 7, 11, 0, plus alfa keer, nou wat hebben we, 3, min 1, of min 4, 1. Hé, hey, dat is grappig. Nou, wat is dit nou? Dit is een vergelijking van een lijn. Ja, dit is zeg maar een soort startpunt en dit is zeg maar de richting waarin de lijn zich door het driedimensionale vlak beweegt. Oftewel, we hebben de oplossing gevonden van dit stelsel vergelijkingen met oneindig veel oplossingen. Nou, bedankt voor het kijken.